opslag- en overslagbedrijf Vopak bestaat 400 jaar. In 4 eeuwen groeide het typisch Rotterdamse bedrijf uit tot een speler van wereldformaat, actief op alle continenten. In samenwerking met het NRC Handelsblad belicht TV Rijnmond deze week dit bijzondere bedrijf. Vandaag de grote afhankelijkheid van de Rotterdamse haven van kolen, gas en olie. Ik ben Rolf Brouwer, ik ben managing director hier van Gate Terminal. En dit is de LNG terminal van Nederland, uniek in zijn soort. Ik ben Patrick van Klink, ik spreek namens Milieudefensie Rotterdam. We staan op een terminal die eigenlijk een joint venture vormt tussen Vopak en de GasUnie. Die de handen in één hebben geslagen om vloeibaar gas in schepen hier naar Nederland en eigenlijk naar Noordwest-Europa te halen. Om het vervolgens te verwarmen en als gas in het pijpleidingssysteem van de GasUnie te brengen. En waarom is er voor gas gekozen? Nou, gas zien wij wel als een brandstof van de toekomst. In de huishoudens kennen we het natuurlijk al en ook in de industrie wordt het veel gebruikt. Maar de nieuwe toepassing is eigenlijk als motorbrandstof. Zowel voor trucks, die we allemaal op de weg zien rijden, als voor schepen. En met name de schepen die hier in de kustvaart in Noordwest-Europa varen. Ja, eigenlijk is LNG aardgas, maar dan in vloeibare vorm. En dat doen we door het heel sterk in te koelen naar min 160 graden. Het heeft het grote voordeel dat we het dan 600 keer kleiner maken, waardoor we op een schip veel meer energie mee kunnen nemen dan wanneer het in gasvorm was. Ja, en ik denk dat dat weer een manier is om je eruit te kletsen, om weer een beetje hetzelfde te blijven doen op een iets andere manier, in plaats van dat we nu echt met z'n allen die stap gaan maken naar een duurzame economie. Want we hebben ook gewoon voldoende kennis om duurzame energiebronnen als zon en wind verder te ontwikkelen. En om daar ook op een goede manier die energie op te slaan en te gebruiken op de momenten dat we het nodig hebben. Het heeft een aantal milieuvoordelen. Het is een veel schoner brandstof. En er is steeds meer regelgeving die de overheid op schepen legt om ook schonere brandstoffen te varen. En LNG is daar een uitermate goed alternatief. En de motoren die daarvoor ontwikkeld worden, die zijn op dit moment ruim voorradig. En wat we zien is dat er wereldwijd nu al 75 schepen op LNG varen. En waarom is LNG dan niet het juiste? Omdat ik denk dat dat ons afleidt van het pad wat we moeten volgen. Als we de temperatuurstijging van de aarde onder de 1,5 graad willen houden, dan moeten we in 2030 gewoon helemaal overgeschakeld zijn op 100% duurzaam. En dan moeten we nu beginnen. En dan moeten we niet zeggen, ja, we laten dat eerst nog maar een tijdje via LNG doen of op een andere manier. Omdat het zo lastig is om het op te lossen. We zien steeds meer windmolens, we zien steeds meer zonne-energie verschijnen. Waarom toch een brandstof? Waarom toch gas? Nou, omdat er altijd op dit moment applicaties zijn, toepassingen, waarbij die wind- en zonne-energie onvoldoende energie op dat moment leveren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de scheepvaart. En met name de scheepvaart op de Rijn en de scheepvaart lange afstand. Ja, een zonnepaneel op het dak van een schip brengt gewoon te weinig energie voort. En er zal toch een brandstof nodig zijn. En dan maar de meest gunstige brandstof. En dat kan LNG zijn. Het is wel zo dat het LNG beter is als dat je het voor kolenstook gebruikt. En die kolencentrales die moeten wat ons betreft zo snel mogelijk gesloten worden. Maar het LNG houdt eigenlijk dezelfde manier van produceren en van verwarmen in stand als dat we nu al 100 jaar doen. En juist die manier moet veranderen. En daar moeten we onze focus op leggen en niet om een klein beetje anders doen als wat we nu doen. Voor het LNG, dus voor de transport, blijft het min 160 graden. Dus ook in de schepen wordt het op min 160 graden opgeslagen. Maar inderdaad, als we het naar de huishoudens sturen, dan wordt het gasvormig. En dan warmen we die min 160 graden op. En dat doen we met warm water van de elektriciteitscentrale van E.ON, die we daar aan de overkant zien. Die gebruikt eigenlijk water om stoom af te koelen, gewoon zeewater. Warmen dat 7 graden op.
Wij krijgen dat warme water weer aangeleverd via een tunnel die hier onder deze, dit deel van de Maasvlakte naar ons toe komt. En wij gebruiken dat warme water weer om het, de LNG die door kleine pijpjes stroomt, het water stroomt de andere kant uit. Het koelt 7 graden af. De LNG koelt, warmt op tot ongeveer 5 graden. En we leveren het water weer terug aan de haven op dezelfde temperatuur als waar het werd onttrokken. Voordelen voor het milieu natuurlijk, geen warm water. En de energie die vanuit de E.ON in het water is gestopt, nemen wij weer af. Dus beide kanten hebben daar voordeel bij. Nul verlies. En winst voor het milieu. Hoe zou je het liefst zien de komende 400 jaar? De komende 400 jaar, dat is wel heel erg ver. Maar als ik nou zeg maar 20 jaar vooruit kijk, denk ik dat we de Maasvlakte vol hebben staan met windmolens. Dat we een goede manier hebben om de energie op te slaan in de grond. Maar dat we hier ook veel meer, dat we nog wel een groot complex hebben, chemisch complex. Maar dat dat veel meer gebaseerd is op recycling en op het gebruik van biologische grondstoffen. En dat hier dan, ik verwacht dat hier dan nog veel meer mensen zullen werken. Omdat we dan juist die mensen en de kennis van die mensen heel erg hard nodig zullen hebben. LNG is goed, maar het is niet het allerbeste. Nee, het beste is om nu te beginnen met die transitie die nodig is. Want ik wil niet later tegen mijn kinderen zeggen van ja, we zijn er maar niet aan begonnen, want het was zo lastig. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd, hè, in LNG. Ja, het staat erg in de belangstelling. Het is natuurlijk ook een hele schone brandstof. Die een grote toekomst heeft. Gaan we allemaal over op LNG? Nou, dat denk ik niet. Maar het zal wel een groot deel van de huidige motorbrandstof gaan vervangen. Dus weer 400 jaar extra voor Vopak? 400 jaar extra voor Vopak en voor de Gasunie. Sparta maakt zich op voor het kampioenschap van de Jupiler League. Na jaren wachten en afzien is het dan eindelijk zover. Sparta terug naar de Eredivisie. Volgende week in 7 minuten.